Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F1-22 MyTeam Career Mode. Mijn naam is JiaNan Schraven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 57 van seizoen 4. België zat op het programma. Kijken of wij de voorsprong nog verder kunnen uitbreiden, want die is al zo groot. 70 punten is het verschil naar Max Verstappen toe. En we gaan alweer de 9e ronde in, dus we zitten op de helft van seizoen 4. Dat hadden jullie echt niet verwacht. Het contract met Schumacher, dat moet worden gaan verlengd. Maar het allerbelangrijkste is gewoon, ben je nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Gewoon even doen. Abonneer vooral voor meer wekelijkse F1-22 MyTeam Career Mode content. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. Dus zet ook gelijk dat belletje aan, zodat jij altijd op de hoogte bent wanneer ik een nieuwe video upload. Ja, dat nieuwe contract met Schumacher hebben genoeg geld daarvoor om het te kunnen gaan verlengen. Alhoewel, ik ga denk ik ook even op zoek naar misschien iemand anders. Maar ik denk dat de veiligste optie Michael Schumacher is, omdat wij natuurlijk ook in gevecht zijn met de constructeurs. De rijderstitel, dat geloof ik allemaal al wel, want niemand kan ons afstoppen op dit moment. En ja, volg me even op de sociale media. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. @JiaNan Schraven op Instagram, Twitter en Facebook. En dan gaat Schumacher gewoon verlengd worden. Jazeker, bereik is benaderd. En bieden nu $11,82 miljoen, excuses. En dat tekent hij voor de rest van seizoen 4. Dus dat is heel goed om te zien. Sponsoren moeten er ook weer even op de auto worden geplaatst. Nieuwe sponsoren namelijk. Die genoeg geld opleveren. Goed verhaal. En welke ook realistisch zijn voor ons doel namelijk. Want als we ze niet kunnen halen, ja, dan hebben we er ook helemaal niks aan. En met de tweede seizoenshelft komt die wereldtitel dichter en dichterbij. Eindelijk kunnen we hem misschien gaan pakken na 4 seizoenen strijden. Ik had hem eigenlijk al veel eerder willen gaan pakken, alleen we waren nog niet goed genoeg. Dus ja, dan krijg je dit pas in seizoen 4 een wereldtitel, hopelijk. Sponsoren zijn dus weer getekend, goed gedaan. En dan is het de tijd even doorspoelen. Er komen heel veel updates aan, zie ik. Dat is goed om te zien. Nou, top. Heel veel onderdelen dus al beschikbaar gesteld voor ons. Dat is heel goed om te zien. En daardoor stijgen wij een aantal plekken naar voren toe. En we kunnen nu nog een aantal onderdelen gaan bijkopen vanwege de research en development punten die we hebben behaald. En die ook zijn binnengekomen door het wekelijkse inkomen. En helaas zijn onze punten nu gewoon op. Maar goed, het is geen probleem. Staan dus nu niet meer laatst in de research en development programma. Ja, de boom, zo moet ik het eigenlijk noemen. Even de kalender opvullen. En dan de tijd weer even doorspoelen. Komt weer een update aan. Jazeker. Goed gedaan. De Pirelli Hot Lap slaan wij over. Daar doen wij niks meer mee. Nou ja, we staan er dus goed voor. Klimmen dichter richting Alpine en Haas. Maar goed, dan is het gewoon tijd, vind ik, voor de kwalificatie voor de Grootprijs van België. Het tweede deel van seizoen 4 gaat van start. Daar gaan we dan. Dan zijn we aanbeland bij Q1 op het lekker zonnige België in Spa-Francorchamps in de Ardennen. Allemaal leuke informatie. Maar goed, het draait hier om kwalificeren. Kunnen wij doorkomen naar het tweede kwalificatiedeel in België? Ik verwacht van wel. Er is regen voorspeld in Q3. Dus kijken of de baan dan droog of nat is. En dan is het richting Blanchimont met groen in sector 1 en 2. Aanremmen bij de laatste bocht gaat allemaal heel erg goed. Daar iets te wijd. En het is de tweede tijd met een 1.45.2. Komen op ruim 2,5 tiende van George Russell. Maar goed, dat geeft niks. En dan zijn we aanbeland bij Q2. En dan is het flink bewolkter geworden. De zon is helemaal weg hier in België. Jammer maar helaas. En dan gaan we kijken of wij door kunnen komen naar het derde en laatste kwalificatiedeel. En misschien kijken of we wat kunnen doen als er regen valt. Ik weet trouwens ook niet of er nu ook regen gaat vallen in Q2. Wel weet ik dat het tot nu toe hartstikke droog is. Paars in sector 2, jazeker, zijn gewoon heel snel in de bochten. Ik heb namelijk voor een setup gekozen die minder snel is op het rechte stuk en heel snel is in de bochten. Ja, goed. En dan komen we aan bij de laatste bocht, bij de busopchicane. Weer iets te wijd en het is P2 op 55.000 van Leclerc. En dat heeft ervoor gezorgd dat we door zijn naar Q3. En nu begint de regen te vallen. Het is nat op dit circuit, intermediates eronder gezet. En nu kunnen wij hopelijk toch nog naar de pole position toe rijden. Aanremmen eerste bocht lukt heel erg goed, jazeker. Exit is ook uitstekend. En dan komen we aan bij de laatste bocht met groen in sector 1 en 2. Daar helaas mis ik de apex. Maar het is wel een 1.54.889 voorlopig pole position. Goed gedaan. Staan er in één keer bij. En dat is ook de pole position. Verstappen komt tekort. Wij pakken dus de pole voor de grote prijs van België. Goed gedaan. Leclerc op P3, Sainz 4 en Norris op P5 is het op naar de race voor aflevering nummer 57 van de F1-22 MyTeam Carré Mode. Daar gaan we dan. Welcome along then to the Belgian Grand Prix, the race that gave us the maiden victory to the Jordan team in 1998, and in the same team, the phenomenal debut of a young Michael Schumacher. There's always something special just around one of the many corners of this fan favourite circuit. Spa-Francorchamps then is a historic 19-corner circuit with a lap distance of 4.35 miles. There's over 100 metres of elevation change here, and with long stretches of the lap spent flat out, a good top speed will be vital for success. It's time to take a look at our starting grid for today's race. The Professor lines up on pole position, and Max Verstappen lines up alongside. Looking down the rest of the grid, we have Leclerc, Norris, Pierre Gasly, and Joe, Fernando Alonso, Michael Schumacher, Russell, and Esteban Ocon, Perez, Teo Porcher, Nicolas Latifi, and Albon, Tictum. They'll be starting further back after an earlier grid penalty. Stroll, Robert Schwartzman and Yuki Tsunoda. They've taken a grid penalty. Magnussen, Mick Schumacher, Oscar Piastri. They'll be starting further back after an earlier grid penalty. And Carlos Sainz will start from the back of the grid. And with preparations almost complete, let's head down to the track. Alongside me once again for coverage of today's race, it's none other than the great Anthony Davidson. Let's talk about the Professor. What do you make of their performance so far this season? They've been avoiding mistakes and have had solid pace, so it's been a good season so far, but whether they can keep that up long term remains to be seen. Okay, now that we've got some good points on the board, let's continue this form and aim for another top 10 finish. Now, leuk. Geweldig, krat! Moeten dus opnieuw naar een top 10 finish zien te gaan zoeken. En kijken of wij ook voor de overwinning kunnen gaan meedoen. Vertrekken dus vanaf pole position en één stopper. Medium hard is de strategie. En dan gaan we gewoon beginnen voor de formatieronde. Komen in ieder geval heel goed weg bij de oefenstart. En heel veel informatie wat we eigenlijk al lang weten. De banden opwarmen, de remmen opwarmen, zodat die in uitstekende temperatuur zijn voor de wedstrijd. En dan komen we aan bij de grid. Kijken of wij goed in onze gridslot komen. Iets te ver volgens het spel, alleen ik zag 0,1 meter, dus dat telt eigenlijk niet. Maar goed, geen probleem. We starten dus ietsjes naar achteren toe. En dan gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 57 van F1-22 MyTeam Career Mode. De tweede seizoenshelft gaat van start hier in België als de lampen aangaan. En ze zijn uit en we zijn onderweg komen. Matig weg Verstappen, al de leiding veroverd. Hier drie dik in de eerste bocht. We remmen als laatste van die drie, schieten iets te ver door. En daar zit Verstappen aan de binnenkant, maar richting Oroes en wij knijpen hem daar af. Verstappen nog steeds aan die binnenkant. Is er voorbij, een beetje wielbanger tussen de twee landgenoten. En wij houden voet bij stuk in Oroes. Goed gedaan. Maar dan volgt hier dat rechte stuk. En Verstappen is snel op dat rechte stuk. Kan er niet voorbij. Hetzelfde geldt voor Charles Leclerc. Die zit er wel naast, maar durft niet laat in te remmen. Verstappen moet daar even oppassen. En wij pakken daar per ongeluk een bochtafsnijding. Ik zat niet op te letten helaas. Omdat Leclerc en Verstappen er met elkaar aan de stok hebben. Prima openingsronde zover. Eindronde nummer 1 als daar Leclerc zit. Aan de buitenkant. Is er nog niet voorbij. Wordt daar heel erg wijd geduwd. En dan zitten we in de tweede ronde van de race alweer. En wij noteren de snelste raceronde met een 1:51.7. Michael Schumacher is naar binnen gedoken. Ik denk voor een nieuwe neus. En zijn race zit er eigenlijk zo goed als op. Want ja, dit kan je gewoon niet meer recht maken. Tenzij er een safety car komt. Alleen dan is de vraag, komt die pas op het einde of midrace? En dan kan Schumacher misschien nog iets doen. Goed, in ronde nummer 2 zitten we dus gewoon. En daar zit Charles Leclerc misschien te kijken. Nee, zit net te ver weg. Einde ronde nummer 2. En daar zit Leclerc wel te kijken. Maar kan er net niet voorbij. Bij de busstop chicane. Schumacher is nu pas bij sector 3. En wij wouden dat snelste raceronde noteren. Alleen Verstappen pakt dat van ons af. Sorry, Russell pakt dat van Verstappen af. En dan 1:48.3. DRS beschikbaar gesteld in ronde nummer 3. En zo dadelijk kan Max Verstappen of Charles Leclerc hopelijk een eerste echte aanval gaan doen. En wij moeten die zien af te stoppen. Gooi je de overtake knop helemaal aan. Gat is 3/10 ongeveer. Wat kan Charles Leclerc? Gele vlag. Sorry, groene vlag. Er valt iemand stil en Leclerc en Verstappen knokken nu om P2. Wij hebben Leclerc mooi afgeschermd. En volgens mij valt daar iemand stil. Het is Nicolas Latifi. Die stilvalt in zijn McLaren. Net als in Oostenrijk. Herhaling wat er zo net is gebeurd. Opkomen Oeroes Radion. En daar begeeft de motor het. De Mercedes motor houdt het voor gezien. En 0 punten voor Latifi. Eindelijk seizoen voor hem. En moet de strijd hier staken in België. Ronde nummer 4 is het. En daar zit dan Verstappen. Nee, Leclerc. Charles Leclerc zat te kijken. Maar wij remmen dat gat mooi dicht. Schieten wel iets te ver door. Houden mooi die lijn. Leclerc aan de buitenkant kan er niet voorbij. Wou daar terugkruisen, alleen lukte net niet. Nog steeds de leiding in ronde nummer 4. Begin ronde nummer 5. Sorry, we zitten gewoon in ronde nummer 5. Als we daar Max Verstappen hebben voor weer een aanval. Kijk naar de buitenkant. Is er voorbij. Een beetje wielbengen. Maar dat is geen probleem. En dan vallen we hem daar terug aan. Heel erg laat op de remmen. En nog steeds P1 in handen van ons. Goed gedaan. Einde ronde nummer 5. Als Verstappen en Leclerc volgen op, wat is het, een seconde en 15e. Want Verstappen komt er nu met hoge snelheid aangereden richting de busstop chicane. Kijk naar de buitenkant. is ruimte, maar wij geven niet op. Duwen Verstappen daar een beetje wijd. Het mag allemaal. Het is hard tegen hard. En Leclerc terug naar P2. Een nieuwe strategie is beschikbaar, zegt Mark Priestley. Om in ronde nummer 9 een ronde eerder naar binnen te duiken voor onze pitstop. Jazeker, nu zeg ik het goed. Daar zit Charles Leclerc dan. Daar zit Leclerc. Kan er niet voorbij. Wordt daar flink geblokkeerd. Het mag eigenlijk helemaal niet wat ik doe. En daar zit Leclerc en naast en er voorbij. Proberen daar terug aan te vallen bij de modegas. Lukt ook. Wielen haken een beetje in elkaar. En Leclerc komt onder druk te staan van Lando Norris. En Norris naar P3. Ronde nummer 7 is het. Daar zit Verstappen te kijken en is er gewoon voorbij. Heeft een snellere auto op dat rechte stuk. En nu moeten wij zometeen in de tegenaanval. Of kan dat zometeen al op de exit? Jazeker, dat kan. Hier aan de binnenkant kijken van Verstappen. Die weet dat wij daar zitten. Hij kan niet insturen en het is weer terug aan de leiding in de 7e ronde van de race. Goed gedaan. Ronde nummer 8 is het. Als daar Verstappen zit aan de binnenkant. Dat gaat maar net goed. Dat ging maar net goed. En duwen Max haar helemaal wijd. En doen een koekje van eigen deeg. De wielen haakten daar op hoge snelheid in elkaar. En daar zit Verstappen aan de buitenkant. Raakt onze zijkant. Gaat er hard aan toe hier in België. En in ronde nummer 10 duik ik naar binnen voor mijn laatste pitstop van de dag. Krijgen de auto mooi op tijd afgeremd. En gaan naar de harde band. Carlos Sainz is uitgevallen. Charles Leclerc. Sorry, Carlos Sainz is niet uitgevallen. Sorry. Carlos Sainz rijdt nog. Excuses. Die komt nu over start-finish. Een hele slechte pitstop. Een hele slechte pitstop. De versnelling wou niet naar nummer 1 gaan. En Leclerc heeft ons ingehaald. Sainz komt voor ons weer de baan op. Het gaat maar net goed. En dit is niet wat ik wil. Sainz heeft de... Hij is volgens mij nog niet naar binnen geweest. Excuses. Sainz is nog niet naar binnen geweest. En daar zit Charles Leclerc op de harde band. Heeft gelijk temperatuur in zijn banden. En wij moeten hier gaan verdedigen. Van de monogas. Lukt dat? Dat zou wel moeten lukken. Leclerc naar de binnenkant. Lukt niet. En wij remmen dat gat helemaal dicht. Leclerc terugwezen naar P11. En nu moeten wij naar Sainz toe zien te rijden. En dan zitten we in ronde nummer 12. Sainz nog niet naar binnen. We zitten er heel dicht op. Raken elkaar daar ook volgens mij. En we zitten in ronde nummer 13. En pakken de snelste raceronde met een 1.47.277. En daar proberen we het aan de binnenkant. Sainz ziet dat. Wij behouden mooi de bocht. Maar dan volgt nu dat rechte stuk. Met die topsnelheid van de Ferrari motor. En nauwelijks ERS meer over. Sainz zit eraan te komen. Kijkt naar de buitenkant. En het is kinderspel voor de beide Ferraris. Leclerc is er ook voorbij. Geen ERS meer over helaas. En we moeten nu naar Leclerc toe zien te remmen. Dat lukt. En Sainz leidt de wedstrijd. In de 13e ronde van de race. Oh, wat gebeurt daar? Leclerc wou daar aanvallen. En Perez heeft ons geraakt. Sainz is dus naar binnen gedoken. Daardoor hadden wij de leiding in handen genomen. Maar ik weet niet wat er is gebeurd met Charles Leclerc. Wel weet ik wat er met Perez aan de hand is. Wij kwamen gewoon gevaarlijk terug op de baan. Herhaling van Charles Leclerc. Naar de buitenkant lukt niet. Wij hebben geen ERS meer over. En wij gaan hier van onze lijn. Ja, het is eigenlijk onze fout. Wij gaan daar veel te laat van lijn. En Leclerc is hier gewoon slachtoffer. Dus sorry Charles. En ook sorry Perez. Aan boord bij de Mexicaan. Rijdend op P3 ziet daar twee auto's het gas ingaan. En wij sturen weer terug naar de racelijn. En ja, het is eigenlijk om ervoor te zorgen dat Perez ons niet inhaalt. Alleen dankzij dat ongeluk heeft Perez een kapotte voorvleugel. En moet Leclerc dus naar binnen. Beide Ferraris rijden niet in de punten. En ik preek over bij de Ferraris. Volgens mij gaat er eentje uitvallen. Is dat Charles Leclerc die uit gaat vallen in de race? Charles Leclerc? Of is dat Carlos Sainz? Het is Carlos Sainz. Carlos Sainz uitgevallen in de race. Staat stil bij sector 1 en de safety car op de baan geroepen door race director. Dat wordt nog spannend. Herhaling wat er zo net is gebeurd met Carlos Sainz. Ik denk dat het hier gedaan is. Een versnellingsbak probleem volgens mij. Of een motorisch probleem. Ja, het rookt ook achterin. Dus ik denk dat de Ferrari motor ermee ophoudt. 0 punten voor Sainz. 0 punten voor Latifi. 0 punten voor Perez. 0 punten voor Charles Leclerc. Alleen Max Verstappen rijdt in de punten. En de safety car duikt in ronde nummer 20 alweer naar binnen. Dus we krijgen 2 ronden sprintrace. Wat kan Alonso? Wat kan Verstappen? Wat kan Gasly? Wat kan Russell? Die moeten allemaal wakker zien te blijven. En wij gaan het tempo bepalen in de race. Sorry, tijdens de herstart. En moeten goed wakker blijven. Want zometeen kan Alonso misschien gaan vechten voor zijn allereerste overwinning. Wat kan Max Verstappen? Die heeft al 2 overwinningen behaald dit seizoen. En de rest is allemaal naar ons gegaan. En we gaan weer los. En hebben een hele goede herstart. En dan zitten we in de ene laatste ronde van de race. Groene vlag wordt gezwaaid. We kunnen weer door. Alonso en Verstappen knokken zometeen om P2. En dat betekent dat wij verdere stappen richting die eerste wereldtitel gaan nemen. Als het zo gaan eindigen. Jammer van Schumacher die niet in de punten rijdt. Verstappen op P3. Wij aan de leiding. Wat kan Alonso zometeen hier op dat rechte stuk? Zit eraan te komen. Gat is 3/10. Daar zit Alonso misschien. Maar kan hem net niet afmaken. En dan zitten we in de laatste ronde van de race. Alonso gaat naar P2. Verstappen op het podium. Wij gaan hier de race winnen in België. Op een niet al te vriendelijke manier hebben wij het toch gedaan. En ja, dan is het op naar de volgende wedstrijd in Italië. Absolutely awesome. Just amazing, mate. Well done. Many doubted whether they could pull off the win here at Spa-Francorchamps, but they've done so in spectacular style. Talk to me, Ant. What was it that set them apart from the competition today? Faces on our top 3 look so incredibly happy as they make their way up to the podium. A much deserved victory and a brilliant performance from them all. Hier ben dan dus de uitslag van de wedstrijd. 5 minuten is de grote prijs van België. Fernando Alonso voor Alpine naar het podium. Verstappen ook naar het podium. Gasly 4, Russell 5, Zhou 6, Ocon 7, Magnussen 8, Albon 9 en Theo Pogačar pakt dat laatste punt. Schumacher helaas niet naar de punten. 80 punten verschil naar Verstappen, 11 punten verschil naar Red Bull. Dus breiden de voorsprong wat uit ten opzichte van Red Bull. Goed gedaan. Rivaliteit breakdown met mezelf en Verstappen. Plus 5 voor mij, plus 3 voor Max. In totaal 7 tegenover 4. Dus doen het op dit moment hartstikke goed. Teamaclaim is gewoon goed. Schumacher klimt richting level 19. Wij klimmen richting level 20. Van alle sponsoren inkomen binnengekregen. $1,68 miljoen erbij. Helaas hebben Schumacher en ik wat schade gereden. $54.500 erbij. In totaal op de bank $11,63 miljoen. Dus doen het gewoon goed. En dan is het tijd om deze video af te ronden. Ik hoop dat jij genoten hebt van deze grote prijs. Heb je genoten, abonneer dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de video dan. En vertel me of je die leuk vond. Ben je trouwens nu op mijn game kanaal. Abonneer dan voor meer wekelijks F1-22, MyTeam creëren content en andere video's. Zoals multiplayer content. Hopelijk volgt er snel weer een video online. En ja, volg me even op de sociale media. Mijn gebruikers staan in de beschrijving. Dit was het kanaal, mensen. Tot volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ga verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer.